In DDS-CAD 17 bieden we je nieuwe opties voor het visualiseren van je modellen en hebben we de gebruiksvriendelijkheid daarvan verbeterd. Je kunt objecten in de 2D-weergave selecteren en direct in het 3D-model inzoomen in de gewenste renderweergave. Het is nu mogelijk om de weergave op te slaan, te hernoemen en weer te gebruiken, bijvoorbeeld om te focussen op een groep componenten en eenvoudig te wisselen tussen 2D- en 3D-weergaven. Als je ook meerdere weergaven van het model tegelijkertijd in je werkvenster wilt tonen, is het mogelijk om deze automatisch te ordenen. Dit geeft je een beter overzicht van je model. In de projectnavigator kun je nu kiezen tussen model- en layoutweergaven. In de modelweergave kun je het ontwerp bewerken en in de layoutweergave kun je het ontwerp voorbereiden voor een latere gewenste output. Wil je meer van deze video's zien? Abonneer je dan op ons kanaal en klik op de bel om geïnformeerd te worden over nieuwe video's.